Hallo, leuk dat je kijkt. In deze video heb ik een handig hulpmiddel voor de afvoerslang van de caravan. Steeds meer campings hebben tegenwoordig riolering op de kampeerplaatsen. Dat is handig en hygiënisch. En je kunt niet vergeten het emmertje te legen. Mijn naam is Jos Mark en vandaag laat ik je een haringset zien die speciaal is ontwikkeld om het afvalwater makkelijker af te voeren. Dit zijn ze en Haba noemt ze de Hold 'em Up haringset voor afvalwaterslang. En zoals je ziet hebben ze een bijzondere bovenkant. Een houder voor de slang, een grote kop en een scherpe punt die je bijna overal de grond in krijgt. Maar waarom is dit nou zo handig, zou je zeggen? Die slang die kun je toch ook gewoon op de grond neerleggen, toch? Nou, daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar dit is wel degelijk handig. Met deze haring kun je de slang namelijk op afschot zetten. En afschot is dat je de slang schuin van de uitloop naar het riool laat lopen. Je snapt wel dat het water dan veel sneller wegloopt en dat er dan minder viezigheid achterblijft in die slang. En dat scheelt dan natuurlijk weer schoonmaken aan het einde van de vakantie. En daar zitten we allemaal niet op te wachten. Die rioolwateraansluitingen zitten overigens ook vaak wat hoger dan de grond. En door die haringen goed neer te zetten is dat geen obstakel meer. De haringen hebben een lengte van 30 centimeter en er zitten er 10 in de verpakking. Door de scherpe punten of voor de scherpe punten zijn er speciale dopjes meegeleverd. En je kunt ze bewaren in een bijgeleverd foederaal. Je vindt de haringen bij de Betere Kampeerwinkel. Het aansluiten van de caravan op het riool kun je natuurlijk doen met een gewone tuinslang. Maar ook daarvoor heeft Haba een oplossing die pasklaar is voor eigenlijk iedere caravan of zelfs camper. Deze afvalwaterslang is flexibel en heeft een adapter die op iedere maat uitloop past. De slang kun je helemaal uittrekken en dan bereik je een lengte van 1,10 meter. In elkaar gedrukt is dat minder dan de helft. Je kunt de slangen doorkoppelen om ze zo langer te maken. En als er nare luchtjes binnenkomen kun je er zelfs een waterslot in maken, een soort sifon zeg maar, door er even een bochtje in te maken waar water in blijft staan. Daar blijft dan water in staan en die nare luchtjes kunnen dan niet langs dat water uit het riool in de caravan terechtkomen. Heb je al een sifon in de caravan, moet je dat natuurlijk niet doen. Ik denk dat dit een prima oplossing is voor mensen die wat langer op een plaats staan of een seizoensplek hebben misschien. Onder de video zal ik linkjes plaatsen naar de website van Haba, zodat je er nog wat meer over kunt lezen. Nou, vond je dit een leuke video of vind je deze oplossing handig? Geef ons dan even een duimpje, daar help je ons enorm mee. Abonneer je op dit kanaal als je dit soort kampeerinformatie interessant vindt. En met dat belletje, tingelingeling, mis je ook de volgende video niet. Tot de volgende keer.